supervisor. Ik werk 3 dagen in de week als bloemist. Het is erg druk. Ik heb een druk gezin. We hebben 3 kinderen. Je merkt gewoon dat je op zelf op de laatste plaats komt te staan. En nu was het tijd om echt even aan mezelf te denken. En want als ik mezelf prettig voel en goed voel, dan gaat de andere dingen gaan dan ook wat soepeler. Dus het is even vinden wat je leuk vindt en waar je prettig bij voelt, zodat je ook een betere vrouw, moeder, werknemer kan zijn. Ik ben Berend, 43 jaar en we hebben samen een gezin van 3 kinderen. Ik zit veel op kantoor, ik werk bij een softwarebedrijf en ben veel op kantoor of veel onderweg. En ik merk dat ik gewoon te weinig aan beweging toe kom, dikker word. Via vriendin zijn we samen, hebben gemerkt dat we Burn the Fat Program zijn we tegengekomen. En nou, we zijn ermee gestart en we hebben gemerkt dat, dat ik afval, dat ik energie krijg. We eten veel gezonder, we zijn bewust van wat we doen. Dat heeft ons echt heel veel geholpen. Nou, we zijn eigenlijk gestart met Burn the Fat Program omdat gevoel dat ik steeds dikker werd, werd ik ook. Ik zat niet lekker in mijn vel, ik was snel moe. Dus allemaal die factor dat je denkt van nou, nu is het klaar en nu moet ik echt gaan beginnen. Want zo kan het niet langer, ik ben niet gezond bezig. Ik was een beetje bang dat het eenzijdig eten zou worden. Geen brood, dat eet je voor 3 weken niet. Dat ik misschien honger zou hebben, maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval gebleken. De groenten die je eet, omdat je wel gezonder eet, krijg je... het is gevarieerder dan ik dacht. Het is een heel stuk beter dan... het voelt eigenlijk niet als een dieet. Het voelt eigenlijk gewoon als normaal eten, lekker eten. Dus je hebt eigenlijk helemaal niet het idee dat je er met een programma bezig bent. Ja. En dat is wel heel erg fijn. Maar wat het leuke ervan is dat je het ook samen met de kinderen kan doen. De kinderen hadden zoiets van, oh, papa en mama gaan op dieet, die gaan iets volgen en we moeten alleen maar sla en groenten eten en we krijgen geen brood meer. Maar het leuke ervan is dat het eigenlijk heel gevarieerd is en de kinderen leren ook de kruiden en gezonder te eten, maar op een leuke manier. Dus het is fijn om dat ook als gezin te doen en dat we dat gewoon met z'n vijven kunnen doen. Ja. Ze waren ook blij dat ze van de magnetronmaaltijden af waren. We zijn veel bewuster geworden met wat we eten en vooral met boodschappen doen. Ik doe natuurlijk vaak boodschappen voor dat hele gezin. Ben je veel meer bezig van wat is gezond, wat kunnen we eten. Dus je bent heel erg goed met eten bezig. Ook etiketten lezen om te kijken wat zit erin. En het verbaast je echt wel wat er eigenlijk allemaal nog voor verkeerde producten in een potje groente zit bijvoorbeeld. Ja. Het verbaast me ook hoeveel suiker er nog in potjes groente zitten zelfs. Ja. Zoveel producten waarvan je het niet zou verwachten. Daar ben je heel sterk bewust van. Uiteindelijk zit je gewoon lekker in je vel. En dat is natuurlijk wat iedereen wil. Nou, ik merk dat ik wel op gewicht blijf. We hebben de afgelopen tijden niet echt heel veel veranderd in onze levensstijl. We hebben het destijds aangepast en ja, dat is eigenlijk heel goed vol te houden. En ik merk dat je blijft gewoon lekker in je vel zitten. We blijven het eten wat we lekker vinden. We hebben niet echt een last van yo-yo-effect of wat dan ook. We eten goed gevarieerd. En 1 dag in de week spreken we nog wel eens uit de band dat we een extra koketje nemen. Maar het voelt niet als lijn of als dieet. Nee, dat bij jou zit. Dat is ook zo. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag zijn we wat strenger. En dan naar het weekend toe, ja, dan drinken we ook wel eens een wijntje natuurlijk. Dat hoort er ook wel eens bij. En dat moet ook kunnen. Maar dan begin van de week ben je wat strenger. En dan eind van de week ben je wat makkelijker en wat soepel. Want iedereen heeft wel zijn feestje. En met het gezin is het ook wel eens leuk om inderdaad dat lekkere kroketje te eten. Maar dan, dus we zijn wel ontzettend trots op onszelf dat we nog steeds op gewicht zijn. En dat, ja, dat is gewoon top, is dat.